Hey guys en welkom weer terug op mijn kanaal en bij deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie de Salonbox van Zalando. En dit is een box waarin een stylist dus voor jou aan de slag gaat om outfits samen te stellen. Twee outfits en dan met allemaal verschillende kleding. Ik zag deze voorbij komen bij Irina Touw onder andere en ik vond deze zo leuk. Of althans het concept zo leuk dat ik dacht, ik wil dit ook. Ik ben super benieuwd hoe een stylist mij zou stylen. En dus heb ik hem besteld. Ik vind als allereerst dat het er best lang over heeft gedaan voordat het hier was. Ik heb deze box volgens mij 25 april besteld. En ik kreeg maandag 27 april kreeg ik setjes doorgestuurd vanuit de stylist. Van of ik dat wat vond. Dat krijg je dan in de tussentijd. Eerst vul je een vragenlijst in en daarna is het zo dat je nog een soort sneak preview toegestuurd krijgt van wat zij voor jou in haar hoofd heeft. Nou, het grappige was al, ik had aangegeven ik wil geen bloemenprintjes, want daar ben ik gewoon niet van. En ik wil geen streepjes. En in de sneak preview zag ik dat ze bloemenprint en streepjes had, streepjes items had toegevoegd. En toen dacht ik, oh, als dit maar goed gaat. dus ik had gelijk aangegeven dat ik dat in ieder geval niet wilde. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze dan wel voor mij erin heeft gestopt. Ik ga hem uitpakken en kijken wat het, wat erin zit. Hier moeten we hem openmaken. En dan ga ik eventjes de camera draaien, zodat jullie kunnen zien wat er dan in zit. Oké, eens even kijken hoe dit zit. Even draaien, anders zie ik zelf niks. Zo krijg je het naar je toegestuurd. Hier zit de papieren in. Bedankt voor je bestelling. Oeh, oké. Ik ben positief verrast dat ik gelijk hierbovenop zie. Ik hou hier wel van. Ik ben echt fan van kant. Oeh, en deze kleur vind ik ook heel mooi. Oké. Niet slecht gelijk. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is volgens mij één outfit. En dit is dan een andere outfit. Ik ben echt super benieuwd. En dan nog schoenen. Oké. Nee, die ga ik nog even dicht laten. Ik ga het eruit halen en ik ga het aan jullie laten zien. Ik zal eerst de eerste outfit of de eerste samenstelling aan jullie laten zien. En daarna ga ik het aandoen. En daarna zal ik ook hetzelfde gaan doen met de tweede outfit. Eens kijken. Het zit wel heel mooi verpakt. Dat vind ik dan wel echt een pluspunt en leuk. Nou, wat me als allereerste opviel was deze top. Ik weet trouwens niet wat nou de bedoeling is qua outfits bij elkaar. Staat dat hierbij? Nee, zo te zien niet. Ik dacht misschien staat erbij wat je bij elkaar hoort te combineren. Of wat de bedoeling is, zeg maar. Oké. Als allereerst deze top in maatje XS. Die is €25. En van het merk Vera Moda. Valt van alles uit. En die ziet er zo uit. Van de voorkant. Oké. Echt alles valt. Dit is de voorkant. Gewoon vrij simpel met de kant hiervoor. En de achterkant vind ik zo leuk. Die ziet er zo uit. Hoe tof is dit? Dit is echt mijn ding. Dit vind ik echt geweldig. Dan dit ding. En ik kan niet opmaken wat dit nou is. Het is in ieder geval €50. Oh wacht, dit is de short. Linnen short. Ja, volgens mij is dat het. Dit is de linnen short. Van het merk
redraft, als ik het goed zeg. Zo op het eerste oog is het echt niet mijn ding. Maar ja, wie weet. Ik ga het gewoon uitproberen. En hij is best wel doorzichtig, merk ik. Maar ja, we gaan hem gewoon uitproberen. Ik denk met de top dan. Dan hebben we hier volgens mij nog een jurkje. Oh, en de short is trouwens maat 36. Tijd voor de schoenen. Even kijken, want ik ben heel erg benieuwd. Ze had eerst voor me Converse schoenen. Ik heb geen idee hoe je die dingen uitspreekt. Maar toen dacht ik, ja, die heb ik echt al mega veel in de kast staan. Of althans, soort like schoenen. Van die witte schoenen. Dus ik dacht, ja, dat is toch ja, niet helemaal handig dan. Maar deze, oh my god, dit is echt mij. Ik vind de hak een beetje laag. Dat is niet zozeer mij, maar oh, die kleur. Geweldig. Ja, die kleur vind ik echt heel leuk. Van het merk Zion. Zeg maar niet zoveel. Ik heb ze in maatje 38. En ja, de schoenen zijn €67,99. Ik vind ze wel heel erg leuk al, maar ik twijfel of die hak niet te klein is. En ik weet niet of het gaat matchen met de outfit, maar hey, we gaan het zien. Zal ik trouwens, volgens mij is dit een jurkje. Ik ga gewoon één voor één de setjes aan jullie laten zien en aantrekken. Want er zit bij dit alles een blazer, dus ik neem aan dat dat dan ook met deze blazer hoort. Dat vind ik jammer. Kijk, ik weet nou niet wat zij in gedachten had voor mij qua matchy-matchy, zeg maar. Wat bij elkaar hoort qua op de matchen. Dus dat is nou eventjes gokken. Dit is een jas van Vera Moda. Of een jas, een ja, colbert. Het is een soort stoffen colbert. Dus het is niet, ja, hij is gewoon heel stof, heel stretchy en er zit geen voering in. Dat woord zocht ik. Hij kost €40. En ja, ik weet niet. Hij is op zich wel mooie kwaliteit. Maar ik hou zelf altijd meer van gevoerde colberts. Maar ik denk dat het wel heel leuk staat inderdaad bij de linnen short. Dus ik ga deze outfit als allereerst even aandoen. Oké, outfit nummer 1. Ik weet niet of ik deze schoenen hierbij vind passen, maar op zich de outfit vind ik niet heel verkeerd. Het staat wel leuk bij elkaar. Ik vind alleen die short niet mooi. Nee, ik vind hem wel heel mooi hier in de taille zitten. Maar ik vind dit niet mooi, dat dit zo wijd is. Daar hou ik helemaal niet van. Het had wel iets strakker mogen zijn, denk ik, of zo. Of misschien dat het niet matcht met ik weet niet, wat ik zie, maar iets, denk ik, oh nee, niet echt mijn ding. Ja, en deze schoenen eronder, ik vind de schoenen echt leuk hoor, maar nee, dit is niet echt hoe ik het zelf zou stylen inderdaad. Maar goed, daar is ook juist deze stylist voor, of stylist voor, maar nee, ik vind het niet mooi met die pijpen of zo. Dat dit zo een beetje jongensachtig en dit is dan weer heel meisjes, veel girly of zo. Ik vind het vestje, het staat echt super leuk sowieso. Ik vind het echt heel erg leuk staan. Maar dit is echt niet mijn ding, merk ik. Ik voel alle naden zitten en zo. En daar kan ik echt helemaal niet tegen. Daar word ik helemaal kriebel van. Dus dit gaat hem sowieso niet worden. Ik vind deze top echt super leuk. Echt even, jongens. Ik zal even de blazer uitdoen. Zo, dan zien we het zonder de blazer. Hij is wel, ja, je moet er wel, ik zou er een andere BH onder doen, uiteindelijk. Dit is een beetje raar zo, vind ik persoonlijk. Ik vind het op zich wel leuk staan zo. En ik, ja, nou vind ik die short ook wel leuk, maar ik denk niet dat ik het met deze schoenen inderdaad zou doen. Nee, ik weet het niet. Ik ben nog niet helemaal uit. De volgende outfit. Dan het volgende item en dat is een jurkje volgens mij. In maatje 36 zag ik. Ja, en deze is €20. Oh nee, het is het dan wel een jurkje? Nee, het is geen jurkje. Het is gewoon een top. In een beetje een ja, groenige kleur. Het is geen legergroen, wat ik wou zeggen. Maar ja, een beetje
petrolkleur, denk ik, of zo. Ook weer een beetje kant voor. Dat vind ik wel heel erg leuk. En ik denk dat het ook weer de bedoeling is dat ik die dus met die short en met die blazer ga combineren. En de volgende outfit, dat is deze. Ja, staat op zich wel leuk bij elkaar. Ik vind nog steeds echt het blauw mij heel goed staan. Mooi staan in ieder geval. Ik weet niet of ik deze kleur echt... Ja, het staat op zich wel leuk bij elkaar. Maar ik vind die short nou weer niet zo mooi. Ik weet niet wat het is. Ik kan gewoon niet helemaal zeggen van... Oké, ik vind het super leuk of zo. Ik vind dit wel leuk bij elkaar staan. Maar die short eronder dan of zo... Ik weet het niet. Ja, nee... Ik vind die short denk ik gewoon echt te los of zo. Ik kan er gewoon niet mijn kijk op krijgen. Niet mijn, ja, mijn blik op krijgen. Maar het staat wel... De kleurcombinatie vind ik wel erg mooi. Ik heb maar even de schoenen niet onder gedaan. Omdat ik dacht, ja, dit matcht gewoon echt niet. Dus door weer naar de volgende. Voordat we doorgaan naar de andere reeks outfitten. Of outfits. Even terugkomt op deze top. Want ik zag namelijk dat ik een... Ik had een grijze broek aan vandaag. En toen zag ik die kleurcombinatie. En toen dacht ik, oké, dit wil ik echt eventjes gaan matchen met elkaar. Want dat vind ik echt leuk. Die kleuren matchen zo mooi met elkaar. En ik vind het echt super tof staan eigenlijk. Dit vind ik echt heel erg leuk. Dus... Ja, deze ga ik denk ik echt houden. Dit vind ik echt heel erg leuk. Nog heel even erin getukt om te kijken hoe het dan staat. En ook dan vind ik het eigenlijk wel heel erg leuk staan. Ja, deze kleur vind ik echt heel mooi. En verrassend mooi ook. Hij staat mij gewoon echt heel mooi. En dat bedoel ik allemaal niet arrogant of eigenlijk dunkerig of wat dan ook. Maar ik vind deze kleur mij echt mooi staan. Mijn gezicht komt gewoon echt goed tot recht, zeg maar. Of mijn huidskleur of zo. Dus ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. En dan de laatste... Ben ik nou zo rood? Oh, heel raar dit. En dan de laatste outfit van de eerste reeks, zeg maar. Van de eerste outfits. Volgens mij is dit een Levi's t-shirt. Want dat zag ik op de voorkant. Yep, een Levi's t-shirt. Nou, dit draag ik normaal dus echt nooit. Dus ik ben hier echt heel erg benieuwd naar of dit überhaupt iets voor mij is. Maatje S met een... Oh, dit vind ik wel super leuk. Een denim rok. En dit is volgens mij een nauw aangesloten denim rok. En maatje M. Zit ook weer geen prijsje op, helaas. Van het merk Dr. Denim, als ik het goed heb. Vind ik wel echt heel erg leuk. Super benieuwd hoe deze outfit ook weer gaat staan. Oké, ik heb maar even gewoon alles aangetrokken. Want ik heb geen idee wat Karen in haar hoofd had. Toen ze deze... Ja, of dat het de bedoeling is, zeg maar, dat deze blazer er wel overheen gaat of niet overheen gaat. En ik heb de schoenen er ook maar even bij gepakt. Maar dit is niet helemaal mijn smaak. Ik moet hier ook een beetje om lachen. Ik voel me van de bovenkant voel ik me net een beetje een lerares of zo. En van de onderkant, ik weet niet waar het heen gaat. Maar nee, dit vind ik niet mooi bij elkaar. De blazer wel, matcht wel lekker met de Levi's shirt. Omdat eigenlijk dit een beetje dezelfde kleur is. Ja, ik ga gewoon eventjes alles uitdoen. Sowieso als eerste blazer. Oké, goed. De blazer uit. Ja, dit staat gewoon echt tof bij elkaar. Dat vind ik gewoon echt leuk bij elkaar staan. Lekker een beetje sportief, daar hou ik wel van. Maar die schoenen... Nee, dit... Dit is gewoon echt nee. Dus ook de schoenen gaan uit. En ja, ik zou hier echt gewoon lekker weer witte sneakers onder dragen of zo. Dat vind ik denk ik wel heel erg leuk. Ja, ik vind hem heel erg leuk. Ik vind het t-shirt alleen echt gewoon te groot nog voor mij. Dat zal wel zo horen, maar ik vind deze nog echt veel te groot, zoals je ziet. Aan beide kanten komt er gewoon echt heel veel... is er nog heel veel stof over. En de rok... Ja, die vind ik op zich wel heel erg leuk. Al twijfel ik wel nog een beetje, maar ik weet het niet. Ik vind hem wel leuk. Dit is echt een outfit waar ik wel over ga nadenken. Oké, super benieuwd ben ik nu naar de tweede outfit die ze voor mij heeft samengesteld. Het tweede pakketje moet ik eigenlijk zeggen. Ik begin gewoon weer met wat er bovenop ligt. Dit vind ik echt een super toffe kleur. Oh ja, deze had ik al gezien in de sneak preview, om het zo maar te zeggen, in de sneak peek.
Deze vond ik wel heel erg, vind ik wel echt super leuk. Qua kleur vind ik hem heel erg mooi. En ja, gewoon hoe die eruit ziet. Ik ben echt super, super, super benieuwd hoe die er bij mij uitziet. Het is een maatje S en hij kost €99,95. Dat zou ik zelf denk ik niet zo snel aan een jurk uitgeven. Althans aan zo'n jurk. En het is van het merk Modstrom of zoiets. Geen idee, ik ken het hele merk niet. Maar als ik het zo zie en voel, dan denk ik nee, dit is niet iets waar ik zoveel geld voor zou betalen. Maar goed, wie weet staat hij wel superleuk. Oké, hier had ik hoge verwachtingen van, maar dit vind ik echt niet mooi. Ja, ik denk dat ik de kleur gewoon niet zo mooi vind. Ik vind de fitting ook niet zo mooi. Ik vind het een beetje een hobbenzakachtig iets. Ja, ik kan het niet goed uitleggen. Ik denk ook, ja, ik weet niet of het op camera overkomt, maar ik vind hem gewoon echt, misschien dat het is omdat hij te breed is of zo, gewoon echt helemaal niet nauw aansluit. Met name bij de armen niet en zo. En ja, de lengte vind ik wel mooi. Ik kan gewoon niet goed zeggen wat ik nou niet zo mooi eraan vind. Ja, deze schoen heb ik er maar weer even bij gedaan. Maar dit is denk ik ook niet helemaal de bedoeling. Nee, ja, ik weet niet. Ik kan hier echt niet mijn kijk op krijgen. Ik vind het echt, het siert mij helemaal niet. Het doet helemaal niks voor mij. We gaan snel door naar de volgende items. Door naar het volgende item. Dat is iets blauws. Blauw vind ik ook altijd heel erg mooi. Ik heb niet zo heel veel kleuren die mij niet staan, gelukkig. Daar ben ik wel heel blij mee. Oh, dit vind ik wel echt een hele mooie kleur blauw. Oh, die jurk is echt heel zwaar. Het is echt van een zware kwaliteit volgens mij. Het is, even kijken, een maatje S. En hij kost €59,95. Ook weer van het merk Modstrom of zo. Ik ken het hele merk niet. En het is gewoon een, ja, een beetje nauw aansluitende jurk. Behoorlijk lang. Dus daar ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Hoe dat gaat staan. Maar wel echt super leuk. Lekker stofje ook. Echt. En super mooie kleur. Dat sowieso. Wauw jongens. Echt deze kleur. Ik vind hem geweldig. Ik vind hem echt heel gaaf. Ik vind het ook super vet dat hij mooi nauw aansluit. Ik wil alleen niet de juiste ondergoed eronderaan zie ik. Het klemt een beetje af en dat zie je gewoon heel erg. Hier is hij ook echt wat te wijd voor mij. Dus hij had echt nog wel wat strakker gemogen eigenlijk. Maar hey, ik vind hem super leuk. De lengte is mooi. Deze schoenen staan er ook leuk onder. Ik vind de lengte van de mouwen. Love it, echt. En dan dat turtlenekje hierboven. Echt, ik ben echt verliefd. Ik vind het echt heel gaaf. Ik vind het echt alleen jammer dat hij gewoon los is en... Ja, hij is wel echt wat aan de... Dat komt denk ik ook omdat hij stretch is. Oh, ik val bijna om. Maar hij had eigenlijk voor mij denk ik nog wel een maatje strakker gemogen. Maar qua mouwen weer zit hij eigenlijk wel weer goed en zo. Dus het is een beetje lastig. Hij zit eigenlijk tot hier zo zit hij goed. En daaronder is het een beetje... Ik weet niet. Hij zit op de heup zit hij ook hartstikke lekker en zo. Maar ja, ik denk dat ik gewoon een beetje lastige huur heb of zo. Ik weet ook niet. Ja, ik vind hem wel echt super leuk. Hij tekent wel echt heel erg. Hij is trouwens ook echt doorschijnend, zie ik. Ja, handen ondergoed. Ja, maar de kleur echt, I love it. Echt geweldig. En als allerlaatste, deze zag ik ook al in de sneak peek, om het zo maar te zeggen. En deze vind ik zo gaaf. Ik hoop ook echt dat hij net zo gaaf is in het echt, om het zo maar te zeggen, als dat ik hem al zag. Dit is een soort Colbert jas. En ja, ik ben heel erg benieuwd hierna. Oh, ik denk al. Huh, ik schrok. Ik las als eerst. Unfortunately, this item cannot be returned. Toen dacht ik, huh, hoezo niet dan? Stel dat het niet past of zo. Maar het gaat erom dat als het eraf is gehaald. Het is een size 8. Ik neem aan dat dat 36 is volgens mij. En het is van Forever New.
denk dat dat van Forever 21 is of zo. Geen idee. Maar dit is hem. Kijk hoe gaaf. Echt zo vet. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat staan. Echt. En hij voelt echt heel goed aan. Schoudervulling erin. En ja, hij is echt wauw. Ik ben alleen heel benieuwd of die kleur mij gaat staan. Maar we gaan het zien. Heel gaaf. Ik ga nog even kijken wat die kost. Want dat kan ik hier zo ook niet op vinden. €59,95 kost die. En de laatste waar ik het meest benieuwd naar ben. Oh my god, jongens. Ik ben echt speechless. Ik heb tranen in mijn ogen. Oh, wat erg. Oké, dit is niet de eerste reactie, maar... Oh my god, echt. Ik heb mezelf nog nooit in zoiets gezien. En hij echt, toen ik hem al aandeed, dacht ik, hij sluit echt zo nauw aan. Ik vraag me af of ik hem niet te veel heb overbelicht. Misschien zo beter. Hij sluit zo mooi aan en nu zie ik hem in de spiegel en denk ik, oh my god, wauw, echt wauw. Jeetje. Ik vind hem echt geweldig. Die mouwen inderdaad zo. Die taille. Oh. Qua lengte is hij ook goed. Ja, ik heb even deze schoenen er weer onder gedaan. Maar die vind ik wat minder eronder. Oh, wauw, jongens. Ik vind hem echt geweldig. Het enige... Als ik heel kritisch ben, misschien minpuntje, vind ik de kleur. Dat ik denk, is dit wel de juiste kleur voor mij? Maar de gouden details, echt... Ik denk dat het wel echt wel, ja, toch een beetje wel mijn kleur is. Ik vind het heel mooi staan bij mijn haar. Jeetje. Oké, ik ben echt speechless gewoon. Ik vind hem fantastisch. Echt. Ah. Oh. Ik zie dit soort dingen altijd bij anderen en dan denk ik, oh, zou het mij staan? En dan durf ik dat nooit aan. Of dan denk ik, ja, ik weet niet. Ik weet niet waarom ik dat nooit aantrek. Heel eerlijk, ik denk gewoon dat ik mezelf daar niet goed genoeg voor vind of zo. Koek, koek. Echt hoor. En dan nou heb ik het aan en denk ik, girl, damn. Oh my lord, echt. Ja, geweldig. Echt fantastisch. Insane. Mijn eindconclusie, nou, zoals jullie konden zien, ik kreeg tranen in mijn ogen van deze blazerjurk. Het is geen say yes to the dress, of ja, alhoewel, bijna wel. Het is geen trouwjurk, maar ik kreeg zo, ja, tranen in mijn ogen. Ik vond hem zo geweldig mooi. Deze ga ik echt houden, want ik ben er gewoon echt verliefd op. En het andere item wat ik ga houden is deze... bloezige top. Die vind ik ook super mooi staan op die broek die ik vandaag ook aan had. De grijze broek staat gewoon echt heel erg tof. En ik heb nog getwijfeld over deze blouse. Oh, hij zit binnenste buiten nu. Maar ik ga het uiteindelijk toch niet doen. Want ik merk gewoon, ik vind die bandjes gewoon niet praktisch dat ze zo ver naar het midden zitten. Ik heb geen BH die eronder kan. Moet ik weer een BH gaan kopen? Ja, ik vind het gewoon allemaal niet handig. Daarnaast vind ik hem ook echt vrij transparant. En vind ik hem, ja... Misschien onder een rok of zo vind ik hem wel... Of boven een rok vind ik hem wel heel leuk staan. Als je hem ergens kunt intuggen. Bijvoorbeeld een high-waisted rok of zo. Maar verder, ja, ik vind het ook fijn om dit soort tops gewoon te kunnen dragen op een broek of zo. En dan vind ik hem gewoon weer net niet zo mooi staan. Dus dit wordt hem uiteindelijk toch niet... En verder, de rest van de items worden het ook niet. Super jammer. Ook die blauwe jurk, die vond ik echt super gaaf. Maar ja, hij sluit gewoon echt niet mooi genoeg aan om hem te kopen. En ik vind het gewoon zonde om dan een jurk van €60 te kopen... als die gewoon niet voldoende aansluit of aan mijn verwachtingen voldoet. De rest zoals jullie gezien hebben stond allemaal of niet... of was te groot of te klein...
Dus ja, eigenlijk niet te klein, maar meer te groot. Dus die zijn het allemaal ook niet geworden. De schoenen overigens ook niet, want ik heb al zo'n paar schoenen, of althans in die kleur, met een wat hogere hak. En ja, ik heb gewoon echt mega veel schoenen. Sorry Karen, het is gewoon mega moeilijk om voor mij schoenen uit te zoeken. Want ja, ik heb gewoon echt al tering veel schoenen. Dus ja, die zijn het ook niet geworden. Maar ik ben echt alleen al zo blij met deze jurk. Of ja, hoe zeg je dat? Blazerjurk. Ik vind hem echt fantastisch. En dat is gewoon voor mij al de hele ervaring überhaupt waard. Ik vond het superleuk. Heel tof. Alhoewel ik echt heel sceptisch was in het begin. En heel erg dacht van, oh, als dat maar goed gaat, ben ik echt, ja, super erg overtuigd. En denk ik, oh wauw, geweldig. Dit zou ik zo nog een keer doen. Dan moet ik maar wat langer wachten of whatsoever. Maar ja, ik ben echt super, super blij. Dat was de video. Volgens mij een lekkere lange video geworden. En ik zie heel graag donderdag. Want dan zal er wel gewoon weer een video komen. Dan komt de boodschappen shoplog. Die komt donderdag online. Dus dan zie ik je graag donderdag weer terug bij een nieuwe video. Bye bye!